Het is vandaag 6 december en voor veel mensen is dat dé datum waarop de kerstboom weer het huis in mag. Toch is het natuurlijk niet heel duurzaam om een boom te kappen en deze enkele weken later weer weg te gooien. In Nijmegen-Noord kan je daarom een kerstboom adopteren. Dit is de Warmoes. Het is een historische tuinderij. Eigenlijk het laatste warmoeseniersbedrijf in Lent. We vonden het een heel leuk initiatief. Het is adopteer-een-kerstboom.nl. Die benaderde ons. En die zeiden, past het niet bij jullie? Wij telen biologische bomen. Nou, wij gebruiken hier ook geen bestrijdingsmiddelen, dus dat past ons wel. En de bomen worden niet daarna weggegooid of aan de straat gezet, zodat de daar ze ophaalt en ze erover ingaan. Maar ze gaan weer terug naar waar ze vandaan komen en worden weer herplant. En volgend jaar kun je, als je dat leuk vindt, ook nog dezelfde boom weer thuis ontvangen. Dus dan kun je echt je eigen boompje houden. Het kiezen van een duurzaam alternatief voor een kerstboom is vaak nog lastig. Het adopteren van een kerstboom is misschien wel dé uitkomst voor veel mensen. Dat het gewoon zonde is, er is best wel veel over te doen. Hè? En soms is het ook moeilijk dat je denkt van, wat is nou de beste keuze? Hè? Moet ik nou een kunstboom kopen? Want die moet ook geproduceerd worden. Of eigenlijk is het toch ergens ook goed dat er bomen worden geplant. Hè? Dus deze bomen worden wel opgekweekt. Dus er zijn al die tijd staan er wel bomen. En ze gaan nog jaren mee. Dus het is niet dat ze dan allemaal weer verbrand worden. Het adopteren blijkt erg populair te zijn, want de meeste bomen zijn al weg. We waren heel erg verbaasd, want we zijn de helft van de bomen al kwijt voor Sinterklaas. Dus dat vonden wij vonden dat vroeg. Maar ik denk dat veel mensen ook bang zijn dat ze geen mooie boom meer hebben. Dus dan komen ze vroeg een boompje halen. Ze vinden het superleuk. Mensen vinden het sowieso leuk. Er wonen nu natuurlijk veel mensen om ons heen. Van, ik kan mooi dichtbij een boom halen. Maar we worden ook gebeld en mensen komen langs van, dit vond ik nou mooi. Dus nu zo'n boom, daar wil ik wel aan meewerken.